Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Ik ga even kijken of ik mijzelf kan vinden. Ja. Ik zie dat ik mijn werkblad niet helemaal in het midden heb liggen. Nou, even een spontane live uitzending. Ik wilde gaan knutselen en ik denk, ach weet je, ik doe gewoon de live eventjes gelijk aan. Ik ga even alles klaarzetten. Even een klein momentje. En even wachten totdat er net ietsjes meer kijkers zijn. Want ik ben natuurlijk heel spontaan. Dus dat weet helemaal niemand dat ik live ben. Ik ga vanmiddag even iets knutselen met de ricepapers. En hoe ver ik ga komen, geen idee. Dat zien we wel. Ik kijk wel hoe ver ik kan komen. Wat ik in ieder geval al eventjes wilde laten zien. Is wat creaties wat ik gemaakt heb de afgelopen tijd. En daarvan... Ja, een beetje naar dat idee wilde ik vanmiddag wat gaan maken. Als eerste had ik dit dagboek gemaakt. Dat is een dagboek van Kraft. Die heb ik ergens gekocht. En gewoon met blanke pagina's. Dus ik kan heerlijk wat gaan schrijven. En ik heb die Kraft heb ik dus gewoon helemaal naar eigen idee weer gepimpt met mijn nieuwe ricepapers. Ik heb daar twee verschillende soorten ricepapers voor gebruikt. Eén met de... Hele mooie dromen vangen, zeg maar. En even kijken welke daar nog meer bij zit. Laat ik die nou niet in de buurt hebben liggen, geloof ik. Nee, die heb ik helaas zo niet in de buurt liggen. Nou, ik heb er nog eentje meer gebruikt. Dat is een hele mooie met een klok en een schaakspel ook. En daar heb ik met allerlei prutjes van Cadens op gewerkt. Ik zet het allemaal nog op mijn blog, zodra ik tijd heb. Ik heb al wel voor mijzelf even opgeschreven wat ik precies gebruikt heb. Anders weet ik het straks niet meer. Maar het is in ieder geval met allerlei spullen van Cadens. Nou, my daily struggles. Dus dit wordt echt van mij afschrijven. Dat is iets wat ik meer moet leren doen. Dus ik heb ook meerdere dagboeken alvast aangeschaft. Dus ik ga er ook nog wel even een keer één in een live maken. Maar ik weet nog niet wanneer. Die leg ik even aan de kant. En toen was ik gisteren was ik bezig met die leuke mal van Studio Light. Dat is een nieuwe ticketmal. En daar kan je hele leuke boekjes mee gaan maken. Nou, ik heb de cover heb ik uit Craftex gedaan. En Craftex is een soort stevig materiaal. Ik kan misschien bij deze wel iets laten zien. Het is wat, het lijkt een beetje stofachtig, stug. Het heeft een hele leuke structuur. En daar kan je dus heel makkelijk stansen, maar je kan het absoluut niet scheuren. Je kan het ook nog helemaal verkreukelen en je kan het dus ook gaan bewerken met je Cadensproducten. Ik heb er zelf geen gesso op gedaan. Ik ben gewoon gelijk aan de slag gegaan met de verfjes erop. Dus je hoeft er niet eens eerst te voorzien van een laagje. Nou, ook hiervoor heb ik mijn nieuwe ricepapers gebruikt. En daarvoor heb ik dit leuke vel gebruikt. En daar wilde ik dus vanmiddag ook mee aan de slag gaan. Want datzelfde... ik wil me eigenlijk een beetje met dezelfde materialen, want die heb ik nog op mijn bureau liggen van gisteren. Het is geen boekbindeslinnen, maar je kan het er wel voor gebruiken. Het wordt ook veel gebruikt voor boekbindeslinnen. Nou, ik heb daar dus deze cover van gemaakt. Focus on progress, not perfection. Die stickers die komen alvast uit mijn nieuwe stickerboekje. Van de collectie die eind van de maand uit zal komen. En ik heb ook wat mask stencils gebruikt. Die ook pas eind maart uit gaan komen. Maar aangezien ik ook voorbeelden moet maken. En ik gewoon geen tijd heb om veel voorbeelden te maken. En live uitzendingen voor te bereiden. Ga ik het komende tijd alvast een klein beetje combineren. Nou, het boekje is ook nog lang niet af. Maar ik heb al wel een basis en daarin zitten dus ook mijn allernieuwste papiertjes al. En daar wil ik gewoon elke keer, zodra ik zin heb, ga ik een van die pagina's weer vullen. Dan gaat het een soort junk journal worden. Dus dat is alvast even een sneak richting de nieuwe lijn die gaat komen. Nou, dit soort boekjes wil ik dus zelf ook nog gaan gebruiken als,
kleurenwaaienboekjes. Want dat is dus ook ideaal. Je kan dus zelf helemaal je eigen kleurenwaaiers ervan gaan maken. Dus ik ga echt nog meerdere van dit soort boekjes wel maken. Maar goed, dat wilde ik dus vanmiddag niet doen. Ik had nog iets anders op mijn planning staan, wat ik ook al heel lang wilde gaan doen. En ik dacht, ik heb nu deze materialen van dit ding nog in de buurt liggen. Dus ik ga er gewoon mee aan de slag. Art Specialty die heeft de nieuwste serie niet bij zich. Dat weet ik zeker, want die is er dan nog niet. Die is er echt pas de laatste week van maart. Maar de andere lijnen, ja, ik weet niet wat hun bij zich hebben. Dat durf ik niet te zeggen. Nou, wat wilde ik vanmiddag gaan doen? Vanmiddag wilde ik een boomschijf gaan decoreren. Die lag namelijk ook al heel erg lang op mijn werktafel te wachten. En daar wil ik vandaag eigenlijk mee aan de slag. Nou, die hebben wij ook in de winkel te koop. Ik heb er een van 20 centimeter. Dat lijkt mij groot genoeg. Ik ga mooi de achterkant gebruiken, want ik zie dat die van mij hier ietsjes bol is gegaan. Daar ben ik bang dat straks mijn rijstpeper er niet goed op plakt. Nou, daarop wil ik dus gaan werken met dit spul. Ik doe er mijn craftsheet even onder. Ik heb dus helemaal geen plan. Ik ga gewoon net alsof ik normaal aan het knutselen ben. Dus het zal een beetje van de hak op de tak gaan. Maar volgens mij vinden jullie dat meestal wel leuk. Nou, als eerste ga ik deze in de transparante gesso zetten. Ik wil hem namelijk ook een beetje die houtstructuur toch erbij houden, denk ik. Dat lijkt me wel leuk. Misschien dat ik straks nog een ander plan heb, maar dat zien we dan wel. Mijn bedoeling is eigenlijk om de randen nog een klein beetje open te houden. Maar dan kan ik er wel witte gesso op doen, maar dan gebeurt dat niet. Dus ik ga deze keer werken met de Clear Gesso van Finnabert. Nou, die gaat er nu helemaal vanaf. En dat breng je gewoon even aan met een grote kwast. Het droogt gewoon helemaal transparant op. Dit kun je ook eventueel, als jij bijvoorbeeld gaat werken met een met dat Craftex en je wilt in andere kleuren gaan werken en je wilt dan ook daar iets op gaan gebruiken, dan kan je ook altijd kiezen voor transparante gesso. Gesso is gewoon een primer, een soort laag dat het niet in je onderlaag weer gaat trekken, zeg maar. Of dat bijvoorbeeld je verf heel erg gaat zuigen. Nou, je hoeft dit niet heel dik op te brengen. Maar je weet het met hout maar nooit hoe erg het je verf erin gaat trekken. Dus voor de zekerheid doe ik er eventjes een laagje gesso onder. Nou, ik zie dat Anja Kromwijk nog even lekker gaat relaxen tijdens de live na een dagje werken. Nou, het kwam hier met bakken uit de lucht. Dus ik denk voor mij is er toch weinig anders om te gaan doen. De looprondes die zijn momenteel niet echt helemaal haalbaar, want het regent en het waait zoveel. Van mij mag het echt wel zomer worden, want hier nu met dit weer ben ik gewoon heel erg beperkt en zit ik gewoon heel veel thuis. En ik hou daar eerlijk gezegd niet zo van, maar ja goed. Ik mis mijn dagelijkse looprandje zo een beetje. Het is natuurlijk uiteraard altijd net droog op momenten dat ik niet kan gaan lopen. Nou, dit is nu wel zo goed als droog. Het is niet helemaal droog, maar dat hoeft ook niet. Ik denk dat ik dit gedeelte weer ga gebruiken. Ja, ik kan het vogelnestje ook wel weer gaan doen, maar ik denk dat ik deze in het midden ga doen. En dan zie ik voor de rest wel wat erbij gaat. Eventjes een penseeltje erbij. Moet ik even kijken of ik een penseeltje kan vinden. Ja. Nou, dit maken we gewoon weer even nat. En ik kijk even wat voor stuk ik nodig ben. Gewoon even een beetje rondom. Even goed nat maken. Dan kun je het gewoon
heel makkelijk uitscheuren straks. Ja, die wind is ook voornamelijk voor mij funest. Want als ik de wind net een beetje onder mijn krukken krijg, dan ja, heb ik gewoon geen houvast. Krijg ik een verkeerde beweging met mijn rug. En dat kan ik gewoon absoluut niet hebben. Dus met dit weer is het voor mij gewoon eventjes beter dat ik niet te veel naar buiten ga. En sowieso zijn we denk ik wel toe aan een lekker zonnetje. Ik ben in ieder geval niet echt een wintermens. Ik kijk echt uit naar het voorjaar. Heerlijk weer gewoon ook zonder jas naar buiten. Nee, dat soort dingetjes. Ja, wat ga ik doen? Ga ik hem schuin opplakken of ga ik hem recht opplakken? Of iets naar beneden kan ik ook nog doen. Dan kan ik bovenaan een mooie tekst nog doen. Ik denk dat ik hem hier op ga plakken. Even kijken, daar heb ik mijn matte gel van de Liquitex voor nodig. Nou, wij krijgen nog steeds heel veel vragen van wat is nou de fijnste gel medium om het mee op te plakken. Ik ben zelf echt enorme fan van deze van Liquitex. Hij was helaas alweer uitverkocht, maar er is een hele grote lading onderweg. En die hopen wij ja morgen of misschien woensdag weer binnen te krijgen. Daar ben ik wel heel blij mee. Ik heb zelf een hele fijne distress kwast van een collagebrush is het van Tim Holtz. En daarmee plak je het gewoon heel makkelijk op. Dit is een iets stevigere kwast dan een gewoon penseel. En ja, je kan er gewoon lekker makkelijk mee smeren. Nou, je hoeft er eigenlijk maar één kant in te smeren. Dan heb je het al goed genoeg vastgeplakt. Ik doe zelf ook vaak niet aan de bovenkant, want niet alle soorten stempelinkt pakken ook weer op dit gel medium. Eventjes een beetje aanduwen. Nou, en dan gaat het al heel mooi in de ondergrond. Die collagebrush wel gelijk even weer in het water doen. Want gel medium is natuurlijk wel een soort lijm. Dus dat gaat anders gewoon echt aan je penseel of je kwast vastzitten. Nou, nu komt het leukste. De kleurtjes uitkiezen waarmee we gaan werken. Ik ben gisteren begonnen met een aantal leuke kleurtjes. En ik had er ook wat groen bij gedaan. Ik denk anders wordt het wel heel erg roze. En voor de groen heb ik de kleur mos gebruikt. Voor de roze heb ik de kleur cactusflower. Dat is een beetje, ja, dit is een beetje lila roze. En ik had daarbij ook nog de babypink. Niet alle kleuren zijn momenteel nog leverbaar. Want er is een beetje een probleem met de levering van Cadence. Maar als alles mee zit, krijgen we eind van de maand de meeste kleuren weer binnen. Nou, misschien dat ik bij deze nog een klein beetje Victoria Pink erbij doe. Of dat ik straks toch ga kiezen voor nog wat bruin van die vogel. Dat moet ik nog even bekijken. Misschien nog een beetje wit. Maar ik ga in eerste instantie beginnen met deze kleur. Even een beetje schudden en ik doe gewoon wat op mijn craft sheet. Zo. Kijk, dit is echt een beetje ja, lila-achtig. Ik vind het echt een heel leuk kleurtje. En een beetje mos erbij. Ik ga beginnen met een mos. Dat heb ik gisteren ook gedaan. En anders dan weet ik zeker dat hij bij mij weer veel te roze gaat worden. Ik doe dit met een tamponeerkwast. Die pak ik er ook weer even bij. Ja, ik ben ook nog niet zo heel lang bezig. Ik ben gewoon spontaan eventjes aan het knutselen. Dus kijk gewoon gezellig mee als je nog binnenkomt stromen. Nou, wat je wilt doen is dus die randen weg gaan werken. Dus je gaat ook gewoon een klein gedeelte over je rijspeper heen tamponeren. Zodat je er dus één geheel van gaat krijgen. Nou, of ik straks nog heel veel wit overhoud, weet ik niet. Of boomschors, want ik zie wel dat ik mijn plaatje dan eigenlijk wat kleiner had moeten maken. Maar we gaan het straks zien.
Dat is altijd het leuke van dit soort. Je gaat in het begin heb je iets in je hoofd, maar het wordt uiteindelijk toch altijd weer anders. Nou, dit groene in het begin. Het was tenminste gisteren ook zo bij mijn project. Dan lijkt het er helemaal niet bij. Maar als je het straks gaat verwerken in het geheel, dan in één keer dan krijg je er gewoon een leuke combinatie van. Ik dep het straks ook gewoon die andere kleuren er een beetje overheen en er doorheen. Even kijken. Daar nog een beetje groen. Nou, ik vind zelf dat deppende effect wel heel erg leuk. Hou je er niet van? Je kan het ook gewoon met een penseel aanbrengen. Je kan met deze zelfs ook nog wat harder aanduwen. Kijk gewoon wat jij leuk vindt, want het wordt jouw project. Dus doe het op jouw manier. Nou, ik pak voor nu gewoon even een andere tamponeerkwast. En daar ga ik even mee verder. Dan kan ik ze eventjes laten liggen. Ik ga wel heel eventjes dit iets drogen. Momenteel vind ik het gewoon echt heel leuk om allerlei andere dingen een keer te pimpen. Dus niet alleen maar art journals en kaartjes en alles. Maar ook gewoon even een keer wat home deco dingetjes. Gewoon even een andere tak van sport weer. En dit is ook altijd leuk om cadeau te geven. Kijk, die lila roze laat ik gewoon een beetje weer naar die groene toe lopen. En je dept het gewoon weer een beetje door elkaar heen. Ook niet te donker aanbrengen. Je kan beter wat meer laagjes over elkaar heen doen dan dat je in één keer al gelijk te donker aanzet. Maar dat snappen jullie natuurlijk wel. Dat is eigenlijk op zich wel logica. Het is alleen in het begin even een kwestie van wennen hoeveel verf als je moet pakken. Zo. Nou, van mij hoeft de pagina ook niet helemaal gevuld of de boomschors ook niet helemaal gevuld te zijn. Van mij mag het ook wel een klein beetje van die boomschors ook her en der gewoon hier tussendoor komen. Ik denk dat dat juist wel een tof effect gaat geven. En we gaan er straks uiteraard nog een beetje op stempelen en nog met mask stencils werken. Dus de hele achtergrond zal nog anders worden straks. Ik ga voor nu even proberen om die zijkant een klein beetje vrij te houden. Maar of het lukt, geen idee. En dit tamponeren, dat werkt ook eigenlijk heel erg ontspannend om je hoofd weer leeg te maken. Tenminste, dat merk ik bij mij wel heel erg. Ik weet niet of dat bij anderen ook zo werkt, maar even een beetje roze erbij. En ik denk dat ik voor deze toch ook maar een klein beetje wit erbij ga gebruiken. Zodat die net iets lichter nog wordt. Of ik kan daar ook de Vintage Legend straks voor gaan pakken. Dat kan ik ook nog gaan doen. Kijk, zie je hoe mooi die roze en die dus dit is de baby pink, zeg maar, en de cactus flower. En die twee die passen gewoon zo leuk bij elkaar. Overigens vind ik deze hele combinatie wel erg leuk. Het is wel weer een echt Janine stijltje. Dan doe ik er straks nog een beetje distress paste overheen in een bordeaux kleur. En dan al met al gaat het wel weer wat worden. En zo ga je gewoon gaandeweg een beetje kijken van waar wil ik die kleur hebben, waar wil ik die kleur hebben. Straks ga ik over dat roze ook nog weer een beetje groen doen met een mask stencil en wat stempels.
ik denk dat dit voor een eerste basis al wel heel erg mooi is. En ik denk dat we hierop eens eerst eventjes verder gaan borduren. Om te kijken met wat stempels en master stencils hoe het dan gaat worden. Ga ik dit eerst even iets laten drogen. Kijk, zie je hoe je die randen van dat rijstpeper nu eigenlijk gewoon in het geheel weer over laat lopen. En dat is dus eigenlijk een beetje de kunst ook van die rijstpepers. Dat je dus, ja, je hebt dus een plaatje, een uitgangspunt om vanuit te gaan werken. Maar het is de bedoeling dat niemand dat straks meer ziet. Mask stencils. Welke ga ik erbij gebruiken? Ik heb een hele toffe nieuwe. En ja, eigenlijk wil ik die er toch wel bij gaan gebruiken. Ik zal proberen om, ja, morgen gaat me niet lukken, denk ik. Maar om woensdag de nieuwe collectie in de pre-order te zetten. Want daarin zit dus ook dit mask stencil. En dat is een hele mooie, fijn gedetailleerde. En ik vind hem gewoon super gaaf om overal her en der op te gaan gebruiken. Nou, ik had hem gisteren met de Dora Perla gedaan. Maar ik denk dat ik deze keer wat witter bij wil doen. Dus ik ga deze keer de transparante of de texture paste even pakken. Nee, ik ga eerst wat anders pakken, namelijk mijn thee. Zo. Ik zie trouwens dat we nog best wat kijkers hebben zo voor de maandagmiddag, terwijl ik helemaal niks had aangegeven. Super gezellig dat jullie erbij zijn. Nou, welkom nog voor degenen die nog steeds binnenkomen. Ik ben gewoon even spontaan aan het knutselen. Kijk gewoon gezellig mee. Nou, dit is dus de Classic Relief Paste. Het is dus gewoon een structuurpasta. Dus heb je bijvoorbeeld de structuurpasta van Dutch Doobadoo in huis, dan hoef je uiteraard niet de structuurpasta van Cadence te kopen. Dan kun je gewoon je eigen structuurpasta hiervoor gaan gebruiken. Het is onzin om alles van alle merken te gaan kopen. Dat is nergens voor nodig. Als je één merk hebt, is het goed. En heb je, ja, je potje leeg, kan je altijd kiezen nog weer om wat anders te doen. Nou, ik vind het jammer dat hij hier op de vogel gaat. Dus dit haal ik er nog heel eventjes weer af. Dat kan nog net nu het nog nat is. Dat had ik niet gezien dat ik net dat vogelkopje raakte. En dat is niet de bedoeling. Hier onderaan ook nog een beetje. Nou, dit mask stencil, daar ben ik echt heel blij mee. Maar dat zullen jullie denk ik wel begrijpen. Hij is gewoon echt zo mooi fijntjes. En ik wil er straks nog een beetje embossingpoeder overheen strooien als dat lukt. Even kijken. Meestal doe ik dingen in drie, maar ik zit bij deze te kijken of ik niet misschien beter in vier kan doen. Hier nog een klein beetje. Ik vind het altijd wel leuk als je wat structuur op je project hebt. Ja, het gaat toch in drie, want dan kan ik hier straks een mooie tekst gaan maken. Ik zal even zorgen dat ik niet te ver nog naar beneden ga werken. Nou, voor alles van Cadence, voor mensen die het nieuw zijn, even een plastic zakje ertussen. Het staat niet zo heel mooi, maar het is wel voor het behoud van je producten. Ik ben nu een boomschors aan het maken, Tineke. Een boomschors met mijn eigen rijstpepers en wat Cadence producten en van alles en nog wat. Ik ga hier overheen wat embossingpoeder strooien van de Range. Dat is de spekkel. En deze keer gebruik ik de kleur Cotton Candy. Want die kleur die past heel erg mooi bij dit project. En dat strooi ik dus over de natte
embossing, structuurpasta. Normaal gesproken met deze embossingpoeder ga je dus van onderaf verhitten. Maar jullie zullen begrijpen dat dat niet gaat met zo'n boomschors. Dus ik moet het nu heel voorzichtig van de bovenkant gaan verhitten. Dus ik zet mijn heat tool ook op standje langzaam. Want anders blaast hij alles sowieso weg. Dat is niet de bedoeling. Kan ik ondertussen mijn thee even verder opdrinken. En ik zal straks laten zien van wat voor top effect dat weer gaat geven. Nou, dit duurt dus helaas wel net ietsjes langer. Maar ik kan er niks aan doen. Nou, hier is het op zich al wel dat die embossingpoeder erop vast zit. Dus ik zet hem nu even een standje harder. Je wil oppassen dat je niet te lang op één plek gaat doen, zodat je structuurpasta helemaal gaat koken en gaat bobbelen. Maar deze spekkel die heeft er gewoon hele gave losse stukjes in zitten. En ja, dat geeft gewoon zo'n leuk effect. Nou, even weer standje langzaam om hier eerst embossingpoeder te laten smelten. Dat vind ik dus het voordeel van een heat tool wat gewoon twee standen heeft. Dat je en langzaam en snel kunt doen. Dus ik zou deze ook voor geen goud meer willen missen. Zo, even de power er weer achter. Even het laatste stukje nog. Ja, deze heat tools die zijn wel altijd ietsjes duurder. Deze is 30 euro, dus in principe valt het nog mee. Maar hier heb je dus net wat meer mogelijkheden mee dan een tool wat één stand heeft. Hier onderaan kun je hem gewoon op twee standen zetten. En deze kun je ook nog lekker opklappen, zodat je hem comfortabel mee kunt nemen. Deze is van Vaassen Creative. Ja, de live kun je straks wel weer terugkijken. Hij komt later op ons YouTube kanaal te staan. Dus geen probleem als je nu niet mee kan kijken of dat je het begin niet hebt gezien. Ik heb inderdaad ricepaper hierop geplakt. Nou willen we natuurlijk nog meer structuur op de achtergrond hebben. Ik ga hiervoor ook een ander mask stencil uit mijn nieuwe lijn gebruiken. En dat is een hele mooie met een soort, ja, ik weet niet hoe je het wil noemen. Ik heb er niet echt een specifieke naam voor. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En dat wil ik met een beetje groene verf, ga ik dat deppend weer aanbrengen. Dus daar kun je gewoon de verf voor pakken waar je ook mee bezig bent. Kijk eventjes of het erop zit. En dat doe je dus gewoon overal een beetje willekeurig, niet te veel. Nou, ik zie dat er hier heel iets onder mijn stencil is gelopen. Ik doe het gewoon met een sponsje. Je kan het met een tamponeerkwast doen. Een blending tool, net wat jij in huis hebt. Er zijn overal tooltjes voor, maar er zijn ook overal huistuin- en keukenmiddelen voor. Dus kijk gewoon wat jij in de kast hebt waarmee jij aan de slag kan gaan. Kijk, dit geeft toch gewoon echt een krekel. Zo noemen we dat. Ik kon er even niet op komen. Ja, het is inderdaad krekel. Ik had de naam net dat hij bij mij weer naar boven kwam. Nou, dat doen we overal een klein beetje, niet te veel. Kijk ook gewoon over de roos heen, zodat het gewoon echt helemaal in de achtergrond overgelopen wordt. Dan kunnen we natuurlijk nog wat meer erbij gaan doen. En wat hebben wij nog meer? De leuke stipjes hebben wij nog uit de eerste collectie. Die mogen er ook bij op.
Ga ik even de verf tussendoor ietsjes drogen. Nou, tot nu toe was hij toch al best wel leuk, hè? Ik ben er tenminste al wel aardig tevreden over. Nog niet helemaal, maar dat komt nog. Wat ga ik nu doen? Wat voor kleur ga ik gebruiken? Want ik wil eigenlijk nog wel ietsjes dat donkerdere tintje terug hebben. Ik heb natuurlijk de Distress Paste wel ergens in de buurt staan. Ja. Ik had bij die andere voor de randen had ik de Distress Paste Oud Bordeaux gebruikt. En die Oud Bordeaux is een super gaaf kleurtje. Ja, die past gewoon perfect bij deze ruispepers. Maar straks ook bij mijn nieuwe lijn. En die ga ik gewoon ook een beetje tamponerend aanbrengen. Ik ga niet helemaal de mal volgen. Ik ga gewoon her en der wat stipjes doen. Er hoeft van mij geen specifiek patroon in te komen bij deze cirkels. Spieken of het goed is gegaan. Ja. Kijk, zie je, zo krijg je net wat meer contrast in de kleurtjes. Die wil ik ook daar onderaan. Ik dep hem eventjes af, dat het niet too much gaat worden. Zo. Nou, ik vind hem al wel erg leuk worden. Ook hier nog een klein beetje. Nou, en dit soort, die boomschors hebben wij dan ook wel in de winkel te koop. Ik zal straks na de uitzending de producten nog wel eventjes gaan linken in de webwinkel. Maar ja, je kan ze misschien ook wel elders vinden. Geen idee, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar wil je ermee aan de slag? Wij hebben ze in ieder geval ook. Ik ga over de structuurpasta ook nog een klein beetje met deze kleur heen. En ook her en der op de achtergrond. Dat geeft gewoon net weer een iets ouder effect aan je project. En aangezien ik wel echt van die oudere dingen ben, een beetje dat vintage-achtige. En zo ga je op een gegeven moment toch een beetje een eigen steltje ontwikkelen van wat je leuk vindt om te gaan doen op een project. Ja, voor mij is het gewoon echt een beetje kliederen, klodderen, gewoon maar wat doen. Kijk, dit is toch gewoon echt super gaaf al. Dat geeft gewoon echt een beetje zo'n oud effect eraan. Hier ook nog iets. Dan zit ik toch te twijfelen of ik die randen van het hout niet gewoon aan ga zetten met mijn Distress Paste. Want ik vind die Distress Paste gewoon zo gaaf erbij. Ik denk dat ik het ook gewoon ga doen. En dat doen we ook. En het is ook een goede keuze, zie ik wel. Nou laat ik die kleur ook een klein beetje uitlopen naar binnen toe. Zodat het dus wel weer netjes overloopt in mijn houtproject. Ja, ik ben gewoon echt een enorme fan van de Distress Paste. Ik vind dat gewoon zulk leuk spul. Er zit een beetje een glansje in en het is gewoon, ja. Ik kan het niet heel goed omschrijven wat voor product het precies is, maar het is in ieder geval wel heel vet. En ik vind gewoon deze kleur erg mooi. Nou, in principe had ik deze volgorde beter even anders kunnen doen, want ik had ook nog willen stempelen op mijn hout. Maar dan moet ik dit zo meteen gewoon eventjes goed laten drogen. Dus jullie merken wel, ik werk ook gewoon een beetje vanuit gevoel van ik kijk even per gedeelte van hoe de opbouw gaat worden. Ik weet er dus niet van tevoren hoe zoiets gaat worden.
En ik bepaal dat gewoon gaandeweg een beetje. Want ik denk dat ik straks ook over de achtergrond nog iets een beetje witte vintage legend ga doen. Want ik vind de achtergrond anders gewoon net wat te donker. En ik vind een paar witte stukjes, ja, dat past gewoon weer bij mij. En zo maak ik gewoon elke keer, ja, wel creaties waarvan ik denk van, dat is wel weer in de Janine-stijl. En dan komt uiteraard straks nog even een leuke tekststicker weer bij op. Even een leuke quote. Ik weet nog niet precies wat voor quote we vandaag gaan kiezen. Ik had eigenlijk een zomers project moeten maken, dat we zin hebben in de zomer, hè? Ja, goed. We moeten het ermee doen. Straks in de zomer dan klagen we misschien wel dat het bijvoorbeeld te warm is en dan willen we weer terug naar de winter. Dus we moeten het gewoon doen met wat we hebben. Tevreden zijn met wat we hebben. We moeten maar het voordeel ervan inzien. Dit weer hebben we natuurlijk wel extra tijd om te knutselen, hè? Want dit nodigt niet echt uit om naar buiten te gaan. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, mochten jullie je vervelen, het is wel op eigen risico, maar als je in de webwinkel kijkt, er zijn de laatste tijd weer zoveel nieuwe dingen bij ons binnengekomen, dat het gewoon elke dag pakjesdag is. Want ik kreeg zojuist van mama ook nog wel een appje dat er weer 11 dozen met mintpapier bij ons binnen zijn gekomen. Dus er is weer genoeg leuks. Nou, ik laat het deze keer wel even aan de lucht drogen. Dit is inderdaad de Distress Paste. Ik zal het even van... Ja, het ziet er zo gewoon een beetje donkerbruin uit. Maar dit is dus echt met een beetje oud Bordeaux. Dus echt dat oud, oud Bordeaux kleurtje erin. Het is echt, ja... Heel erg gaaf. Maar als je de potjes open doet, dan lijken ze bijna allemaal dezelfde kleur. Maar je ziet wel echt wel degelijk verschil. Wat wilde ik nog meer gaan doen? Ik wilde er nog op gaan stempelen. En wat wil ik erop gaan stempelen? Ik denk dat ik mijn beroemde scriptstempel er maar weer bij ga pakken. Dan ga ik eventjes door beeld... Ik weet niet zeker of deze ook op de hout prima gaat pakken. Maar normaal gesproken, deze Stazon Snowflake, de Stazon Pigment Snowflake, die pakt op bijna alle ondergronden. Dus ik ga het gewoon proberen. Dit is een mooie dekkende witte inkt. Is mijn hout natuurlijk nog nat. Kijk, maar het komt hier dus wel overeen. En dat is dus ook mijn bedoeling. Dat het dus niet te intens is. Maar dat het gewoon lichtjes er overeen komt. Dus ook op hout kun je met deze prima stempelen. Ik ga nu wel even dit weer herhalen. Omdat als ik nu gelijk verder zou stempelen. Dan denk ik dat hij de volgende keer weinig inkt afgeeft. Ik ben normaal een beetje van één keer inkten en dan doe ik het hele project ermee. Maar dat gaat nu met deze inkt dus eventjes niet lukken. Of tenminste, op hout niet. Oh, dit is echt leuk. Nou, ik denk dat ik wel blij ben dat ik ook wat wit aan de zijkant heb gelaten. Of in ieder geval die boomschors daar nog een beetje... Omdat dat lichte, dat zit hier ook weer in. En anders dan krijg je wel echt een hele donkere boomschors. Kijk, het is gewoon echt... Ja, je ziet het echt wel hoor, dat witte. Wat kan ik nog meer gaan doen? Ik doe niet te veel meer, dat weet ik al wel. Ik wilde nog een beetje met de Vintage Legend, als ik die tenminste in de buurt heb. Dat zeg ik wel zo mooi.
Nee, de Vintage Legend heb ik niet in de aanbieding. Dus wij moeten even overstappen naar wat anders. Ik heb nog wel de Relief Paste. Dat is een structuurpasta met een korreltje erin. Een iets grovere. En die kan ik wel heel lichtjes een beetje aan mijn spatel doen. Heel zachtjes een beetje overheen wrijven. Dus dan krijg je her en der wat, wat structuur, zeg maar. Niet te veel, er mag wel een keer ergens een plakkaatje komen. Klein beetje hier nog over de verf. Hier over de vogels. Gaan we zo eens even kijken naar een leuke tekstquote. En dan denk ik dat we het al zo ongeveer hierbij laten. Dan ga ik nog even wat highlights doen met een leuke Posca pen. En wat ik nog wel ga doen is die randen nog even een keer weer herhalen. Zodra die helemaal droog zijn. Ik vind zelf het mooist om twee laagjes van die Distress paste te doen. Dan krijg je gewoon net een iets, ja, hoe zal ik het zeggen, iets meer accenten eraan. Oh, ik ga zo meteen nog even met een waxje eroverheen. Iets een goudwaxje. Dat vind ik ook leuk. Als ik dat tenminste in de buurt heb liggen. Als eerste even wat accenten. Nou, je kunt dus op hout kun je ook gewoon prima met je Signo Uniball gaan tekenen. Even een paar cirkeltjes omlijnen. Hier nog een paar. Nou, ik weet nog niet. Ik denk dat ik deze straks eerst even een tijdje in de winkel neerzet. En ik denk dat ik die daarna maar aan mijn moeder cadeau ga geven. Ik denk dat zij er wel weer blij mee gaat worden. Die bewaart zulke dingen meestal heel lang. Dan heeft het ook gelijk weer een goede bestemming. Deze bloemen ook even een beetje accentueren. Ik vind dat wel leuk als je die, ja, blaadjes nog een klein beetje een highlightje geeft. Dan valt het net wat meer op. Ik zal het straks ook even nog ietsjes dichterbij laten zien. En het doelen is ook gewoon lekker ontspannend om te doen. Je kan ook zeggen van, nou weet je, ik vind het leuker om wat spetters te maken. Dat kun je ook nog gaan doen. Dus je kan ook met bijvoorbeeld een Posca-pen gaan spetteren erbij. Net wat je zelf het leukste vindt. Ik heb me zo gaan deze blaadjes allemaal net ietsjes meer leven. Nou, ik vind het helemaal leuk worden. Ik ga als eerste een tekst opzoeken. Voor de tekst. Even kijken, wat voor borstel heb je vast? Dit is de siliconen brush van Finnabear. Dus dat is een siliconen brush waarmee je met mask stencils kan werken. Je kan er gewoon verf mee aanbrengen. Je kan er eigenlijk alles mee doen. Deze is ideaal. We hebben ook zoiets van Nuvo. Die siliconen brushes kan je ook prima mee werken. Het is een beetje hetzelfde idee. Nou, ik pak alvast een stickertje uit mijn nieuwe lijn. Die lagen in de buurt, omdat ik met de nieuwe lijn nodig aan de slag moet voor voorbeelden maken. Dus vandaar dat ik dat hier in de buurt heb. Nou, misschien dat ik hem ook wel gewoon hier in mijn eigen kamer neer ga leggen. En dat ik even een passende tekst ga zoeken voor mijzelf. Even kijken. Welke wij erbij gaan doen.
Ik denk dat ik deze ga doen. Sometimes we have to trust that we are growing, even when process isn't visible yet. En die is voor mij op het moment al even heel toepasselijk. Want voor mij is er momenteel gewoon even een enorme terugval. Al 4 weken. En daar baal ik gewoon natuurlijk gruwelijk van. Maar uiteindelijk moet ik dan wel kijken naar wat er... Ja, ook al is het misschien nu niet zichtbaar. Over een paar weken gaat het misschien weer een heel stuk beter. Dus als we deze dan eventjes netjes in de woonkamer neerhangen en er elke dag goed naar kijken, dan is het gewoon een stuk makkelijker allemaal weer vol te houden. Ik vind zulke teksten gewoon altijd super leuk om erbij te verwerken. Ik vind dat zwarte, vind ik zelf gewoon echt heel erg leuk. Ik ga deze trouwens even in tweeën knippen. Want die vind ik net wat te lang. En om dat zwarte doe ik ook eigenlijk altijd weer een wit randje om het, ja, iets minder hard te laten worden. Even kijken of ik alles een beetje recht heb geplakt. Nee. Ik trek het nu misschien even ietsjes te veel naar mij toe, maar ik moet even kijken dat ik het wel netjes recht plak. Even recht houden. Nou, volgens mij zit het nu aardig netjes. Ik denk dat ik hier straks nog wel even een klein beetje lijm onder ga doen. Want dit is hout. En volgens mij plakken daar de stickers niet al te lang op. Ze zitten er nu wel op. Maar ik ben bang dat als je na een paar weken dat ze eraf vallen. Dus die ga ik eventjes vastlijmen. Ik denk dat ik er gewoon even een stukje dubbelzijdig tape achter doe. Of ik kan ook een beetje tacky glue erachter doen. Dat kan natuurlijk ook. Dat heb ik wel in de buurt doen. Dus dat gaan we maar gelijk even doen. Nou, ik heb gelijk een handige nieuwe lijm weer ontdekt. Of nieuwe lijm. De tacky glue is natuurlijk wel hele fijne lijm. Of ik had altijd Dutch Doobadoo lijm in die kleine tubes. In deze. Maar dan ben je natuurlijk altijd wel heel erg lang aan het knijpen. En die grote potten, daar gaat de lijm altijd naar beneden toe. Je kan ze in een bakje zetten. Maar wat is nu het handige van deze? Deze blijft al, die heeft een dop. Waardoor je hem op de kop eigenlijk wegzet. Dus je lijm blijft altijd onderin zitten. En er zit ook een hele mooie, handige dunne punt aan. Of ja, gewoon een normale dunne punt, zeg maar. En daar kan je dus elke keer weer lekker mee verder lijmen. Zonder dat je de lijm helemaal naar beneden moet schudden. En de tacky glue die droogt gewoon altijd heel snel. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Dus die gebruik ik momenteel heel veel. Nou ja, heb je nog andere lijm... Niemand is verplicht om het te kopen. Ik wil het alleen eventjes melden. Ik geef alleen maar mijn tips door van wat ik handig vind in gebruik. En doe ermee wat jullie zelf willen. Ik kan in niemands portemonnee kijken. Maar ik ben er alleen maar om jullie te adviseren in dingen waar ik graag mee werk. Zo. Hier ook een beetje lijm achter. Kijk, en deze zet je gewoon weer op de kop weg. En ja, je bent al... ik vind hem ideaal. Nou, die dingetjes die gaan nergens meer naartoe. Ik denk dat ik hem maar zo laat. Ik ga nog eventjes, als dit droog is, nog even een nieuw laagje er nog overheen doen van die distress paste. Zodat ik daar gewoon echt een tweede dikke laag heb. Dan wil ik nog een klein beetje goudwax eroverheen doen. En dat ga ik gewoon met mijn vingers aanbrengen. Maar daar heb ik niet de goede kleur van in de buurt liggen.
Tenminste, ik ga heel eventjes op zoek of ik iets heb liggen. Maar ik ben er heel bang voor. Nee, ik heb alleen deze Dora. En die vind ik denk ik wat te heftig voor de achtergrond. Ik wil echt een beetje een subtiele glinstering. Dus ik ga denk ik voor een licht kleurtje. Nou, dan moet ik dus nog eventjes op gaan zoeken. Dat zal nog de laatste finishing touch worden. En ja, verder laad ik hem gewoon zo. Ik ben er helemaal blij mee. Nou, ik had niet verwacht dat ik in zo'n korte tijd dit hele project af zou krijgen. Dus ik ben helemaal happy. Ja, dat was het ook eigenlijk. Ik hoop binnenkort weer live te zijn, maar wanneer durf ik niet te zeggen. Ik kan momenteel ook even helemaal niks plannen wanneer ik live ben. Dus het zal voor mij voorlopig even wat spontane live uitzendingen zijn. Dus dan zien jullie wel wanneer ik er ben, wat ik doe. Wie dan in de buurt is, die kan meekijken. En wie er niet is, het komt allemaal op ons YouTube kanaal. Dus je kunt de volgende ronde gewoon gezellig meekijken. Voor nu allemaal nog een hele fijne avond alvast. Eet smakelijk voor straks. En tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!